Ik ben hier voor injecties voor maculaire degeneratie. Daar heb ik in twee ogen, links en rechts. Maculaire degeneratie is een oogziekte waarbij de functie van de macula, oftewel gele vlek, wordt die ook genoemd, achteruit gaat. Dat betekent voor mijn gezicht dat ik meer, de lijnen zijn niet recht. De lijnen van de plooien en de vitrage is niet recht. De gele vlek die zit in het centrale deel van het netvlies. En daar kan je scherp mee zien, daar kun je mensen mee herkennen en daar kun je mee lezen. Ja, macula degeneratie wordt ook wel slijtage genoemd. Maar dat betekent niet dat je je ogen verkeerd gebruikt of dat je ze te veel gebruikt. Het treedt ongeveer op vanaf 50-jarige leeftijd, dus vooral de oudere mensen betreft het. Ik heb het 6,5 jaar. Er zijn twee vormen van maculadegeneratie. De droge vorm en de natte vorm. De droge vorm gaat langzaam en komt vaak voor. En de natte variant gaat snel. Mevrouw van der Ven heeft natte maculadegeneratie. En daarbij groeit een vaatje onder het netvlies ter plekke van de macula. En dat vaatje kan bloeden en vocht lekken. Waardoor je ineens slechter kan gaan zien. In Boksel kom ik op 1 keer per maand voor injecties in 2 ogen de laatste paar jaar. Tijdens dit spreekuur komt u eerst bij de technisch oogheelkundig assistent. De TOA voert voor een deel de controles uit. D, C. Daarna wordt het oog gedruppeld. Uw pupil wordt verwijd, waardoor de oogarts uw netvlies beter kan beoordelen. Vervolgens wordt een scan gemaakt van het te behandelen oog, waarna u door de oogarts gezien wordt. Ik heb hier de OCT-scan bij me en ik zie dat u toch weer behandeld moet worden. Oh ja. Mevrouw van der Ven kan direct behandeld worden. Ze gaat daarvoor naar een speciale behandelkamer. Voordat de injectie gegeven wordt, verdoven we het oog met druppels. Hierdoor merkt u nauwelijks iets van de behandeling. Mevrouw van der Ven wordt behandeld met vaatgroeiremmende middelen. En dat wordt met een injectie ingebracht in het oog. En die vaatgroeiremmende middelen die zorgen ervoor dat dat vaatje wat onder het netvlies groeit weggaat. Maar dat middel werkt maar 4 tot 8 weken. Dus het moet regelmatig herhaald worden. Door een injectie met een vaatgroeiremmer kan het zicht stabiliseren of zelfs beter worden. Het makelaarspreekuur heeft als voordeel dat als tijdens de controle blijkt dat iemand weer behandeld moet worden, dat we dat meteen kunnen doen en dat mensen niet terug hoeven te komen voor een injectie. Ik ben heel goed behandeld. Altijd, ja. Ze zijn allemaal even behulpzaam. Het is heel prima hoor, heel goed. Ik kan het niet anders wensen, echt niet.